fantastisch dat we natuurlijk hier in Qatar spelen. Een goede ambiance, een mooi veld. En over 4,5 jaar zie je het wereldkampioenschap. Dus ze hebben al aan ons kunnen wennen. Maar op jouw vraag te komen. Qatar heeft een goede ploeg. Wil ook graag voetballen. Maar wij hebben onder deze omstandigheden en ook deze week laten zien. Wat significa ese resultado duro para ustedes? Naturalmente es duro. Cuando estábamos preparados y un juego perdido es muy duro para los chicos. Pero vamos a seguir adelante y nada es imposible. El siguiente partido que viene vamos a ganar. Un partido importante, ¿verdad? Contra Costa Rica, que seguramente. Het hele team, we willen niet wijzen naar één persoon, maar dat is gewoon het hele team. Iedereen moet voor elkaar willen lopen. En ja, dat is toch het belangrijkste wat je moet doen. Natuurlijk zit het hele lastige uiterzijde, Feyenoord uit. Daar ga je gewoon niet vanuit dat je die wedstrijd eventjes makkelijk wint. Toch, als je naar je situatie kijkt, 3 gespeeld, 0 punten. Er moet nog wat gebeuren, denk ik, komende week op spelersgebied. Ja, maar dat is niet aan mij. Dus